Het is voorjaar. Tijdens een wandeling in de natuur zie je overal om je heen hoe druk vogels zijn met het maken van het nest. Voor sommige soorten is dat enkel het aanslepen van een paar takjes. Andere soorten moeten er veel meer voor doen. Een van die soorten is de zwarte specht. Zo groot als een kraai en een van de meest imponerende vogels die je in de Nederlandse bossen tegen kunt komen. Het verschil met de bekende grote bonte specht is dat zwarte spechten hun nest niet uithakken in een dode boom, maar in een levende boom. Vaak wordt een beuk uitgekozen. De voorbereidingen in maart en april vergen veel van de vogels. Het uithakken kost energie. Probeert u zelf maar eens met een spijker een nestholte in een levende beuk te hakken. Wanneer de voorbereidingen achter de rug zijn en de vogels de eieren hebben uitgebroed, komt het moment dat de jongen gevoerd moeten worden. Ongeduldig wachten de jongen op voedsel. Soms duurt het uren voordat oude vogels met hun krop vol voedsel terugkeren. En tussen al dat zware werk door zorgen de oude vogels ook nog even dat het nest schoon blijft. De jongen groeien en het zal niet lang meer duren voordat ze uit zullen vliegen. Steeds vaker bekijken ze veilig vanuit het nest hoe de buitenwereld eruit ziet. Ooit komt er een dag dat ze zelf een nest uithakken en zelf voedsel gaan zoeken om hun eigen jongen groot te brengen.